Morgens, we zijn er weer, man. We krijgen even een reclame op mijn tv. Top. Hoppakee, wegwezen met die ja. We zijn er weer, jongens. Oh jawel, het is alweer een tijd geleden, man. Tech support, gore, holy. Waarom heb ik dit al zo lang niet opgenomen? Ik weet het zelf niet eens. Maar in ieder geval, safe to say, we zijn er weer. We gaan kijken naar tech support, gore. Dat is iets heel moois, maar niet heus. Want dit zijn allemaal vreselijke dingen die er aan de hand zijn. Tijdens tech support en wat mensen meemaken allemaal. Dus ik ben heel benieuwd wat deze subreddit ons vandaag te bieden heeft. Laten we er een duikje in nemen en kijken wat wij gaan zien in dit zwembad vol vreselijke dingen. Let's go. Iemand heeft hier als titel, How do things like this happen? Maar ik zie hier ook gewoon dat het in Nederland is. Graag start klaarmaken. Graag start klaarmaken, mereet. Jezus. Oh, Jezus. Dit is wel echt heel ziek. Nou, het stopt. Hij is gefixt. Ja, ik zou hem gewoon zo terugsturen. Is dit van Mediamarkt? Wacht eens even, dit is van Mediamarkt, of niet? Let me check. Look at this. Dit is een Mediamarkt sticker, man, volgens mij. Oh mijn god. Graag start klaarmaken. Wat een gast, joh. Iemand comment hier ook. Oh, ik zit vast met mijn kabel. Iemand comment hier ook onder Galaxy Fold. Oh man, dit is toch gewoon... Iemand heeft dit gewoon helemaal opgefokt, ouwe. Dit kan toch niet serieus zijn? Het is gewoon, iemand heeft dat ding doormidden gebroken en he doesn't give a fuck. Niet goed, jongens. Als jullie dat hebben ingestuurd, is het niet oké dit. Echt niet. The AV guy neighbor my parents hired to install a media rack. Als iemand een media rack zo bij jou thuis installeert, dan kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan dat die man gewoon wil dat jij doodgaat waarschijnlijk. Want dit is gewoon A, heel gevaarlijk. En B, het is gewoon heel gevaarlijk. En C, what the fuck is dit? Überhaupt heb je een kast waar je alles in kan doen en dan hang je alsnog alles erachter. Wat is hier eigenlijk gebeurd, ouwe? Jezus, alles hangt op een plek waar het niet zou moeten hangen. Het is gewoon moeilijk om dit zo achter te laten. Dat echt dit soort gasten er zijn is toch wel echt onvoorstelbaar, man. Kijk dit! DSL broadband. Oh my god, bro. What the fuck? Kijk, op zich. Je kan kabels op een bepaalde manier zo maken. Maar al met al, alles bij elkaar, is dit toch echt niet de manier hoe jij dingen achterlaat, man. Oké, ik weet niet precies wat hier helemaal misgaat. Want ik heb hier denk ik te weinig verstand van. Heeft hij alles in dezelfde plek geplukt of zo? Misschien omdat die kabels te strak zijn. Dat zou het best kunnen zijn. Deze staan wel echt heel erg strak. Oh wacht, kijk ik nou naar andere shit? Want dit ziet er toch gewoon netjes uit, bro? Of heeft hij het uiteindelijk zelf gefixt? De voorkant ziet er wel netjes uit. I'm disgusted by this cable management. I'm pretty sure if I saw this, I'd be like, I'm not paying you. In fact, I think I might have you to pay me for wasting my time and resources. Echt zo, man. Echt zo. Jeetje. De voorkant ziet er wel netjes uit. Of dat is nadat die guy het misschien heeft gefixt. Dat zou het ook nog kunnen zijn. Hey. Zo weten jullie, jongens. Goedkoop is duurkoop, zeggen ze dan. En dit is weer zo'n voorbeeld daarvan. You know? Je kan het een beetje gebruiken. Goedkoop is oké. Maar het is niet altijd de beste oplossing. Ik moet weer even luisteren. We hebben er weer een, jongens. TikTok dingen. Iemand gaat een RAM-stickie installeren. Let's go. Oké, dat gaat... Dat is echt heel erg slecht wat hij daar doet. Oh, fuck. Dit is echt niet oké, bro. Wat een sukkel. Waarom doe je het ook met één hand? En waarom duwt hij naar de zijkant? Dit moet je ook nooit met één hand doen, jongens. Kom op. Altijd met twee handen. Oh, echt fucked up. Echt helemaal naar de kloten. Oh, shit. Dat is echt een nachtmerrie, man. Als dat gebeurt.
Ja, ik hou gewoon mijn headset op, joh. Ik hou hem op, want ik merk al dat ik vaker video's moet kijken. Dit is echt heel dom. Dit is echt heel erg dom. Jezus. Gadverdamme. A PlayStation 4 that came into my shop for overheating bug warning. Oh, fuck. Is dit een PlayStation? Sinds wanneer is dit een PlayStation 4? Of zie ik het verkeerd? Oh, wacht. Het is een wit of zo. Of is de binnenkant deze kleur? Oh. Oh, shit. Oh, dit ziet er echt niet best uit, man. Oh, mijn god. Gadverdamme. Ja, beestjes vinden het natuurlijk fijn om in van die warme plekken te zitten. En een PlayStation staat erom bekend dat het ding bijna opstijgt als je hem aanzet. Dus... volgens mij voel je echt vreselijk, man. Als je weet dat dit al die tijd in je fucking PlayStation zat. Oh mijn god, al jullie gasten die een PlayStation hebben. Ik heb er thuis ook een. Je denkt zelf ook waarschijnlijk van, Morok, wat al zit het in mijn PlayStation? Dat ding die al die tijd in mijn kamer zit. Oh, kijk al die eindjes. Oh, shit. Oh, ik krijg helemaal een raar gevoel over mijn lichaam. Oh, fuck. Oh, shit. Fucking hell, bro. Dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed, ouwe. Is dit kak of zijn dit eitjes? Ik weet niet wat het precies is. Volgens mij zijn het eitjes, man. Oh my god, wat vreselijk. Oh, wat vreselijk. Iemand heeft hier no face amount, no problem. Hij heeft een eigen face amount gemaakt, jongens. Dat is iets wat je aan de achterkant van je scherm... dit ding heeft zelf geen face amount. Ik snap eigenlijk niet dat er schermen zijn die gewoon niet die voorgemaakte gaatjes hebben. Een aantal schermen op de markt, en best wel wat trouwens, ik zeg een aantal, best wel wat, die hebben dat. Omdat ze dan hun eigen mounts willen verkopen, die klootzakken. En dat is gewoon bullshit. Fix gewoon dat die gaten erin zitten, zodat we altijd die schermen op kunnen hangen. Deze gast heeft het gewoon opgelost. Al moet ik zeggen dat het er niet helemaal lekker uitziet. Ik bedoel, dan kan je beter dat beugeltje kopen wat daar echt voor is gemaakt. Want dit ziet er wel heel erg ghetto uit. Denk wel dat het blijft hangen. Maar toch ziet het er niet helemaal... Het ziet er gewoon niet helemaal stabiel uit of zo, man. Gewoon niet helemaal stabiel. You know? Ik weet niet. Ik weet niet of ik dit helemaal zou aandurven met een nieuw scherm wat ik had gekocht. Denk het niet, eerlijk gezegd. Denk het niet. Fucking hell. Dit ghetto shit. Oké. Behold the beauty of our office server. Hey, als het werkt, werkt het. Maar jezus, dat zei ik net ook al. Dit is wel heel erg ghetto. Een beetje lucht blazen. Oké. Ja, ik weet nog wel goed dat ik zelf ook zo'n CPU-fan had, man. Die half kapot was. En die moest ik ook met een geodriehoek vastzetten en zo. Ik weet niet eens of ik dat ooit in deze serie heb verteld. Dat was echt heel lang geleden, man. Echt dat ik nog een kind was, ouwe. Maar dan denk je ook echt van, bro. Als je gewoon eventjes een beetje koeling investeert. Wat niet eens duur hoeft te zijn. In plaats van zo'n fan die je daar op deze manier neerzet. Waarmee de kans gewoon groter wordt dat shit naar de kloten gaat. Kan je toch beter denken van misschien moeten we even in een klein beetje koeling gaan investeren. Of überhaupt staat deze server misschien niet goed op deze plek. Ik denk dat dat wel handig is, snap je? Als bedrijf moet je daar wel over nadenken, man. Deze gasten, het punt met dit soort shit is dat het gaat goed zolang het goed gaat. En dan gaat het een keertje mis en dan ben je alles kwijt. Ja, dat is natuurlijk, dat spreekt voor zich, maar het is wel echt zo. Dat is altijd waar mensen niet bij stilstaan. Van, ah joh, het gaat nu joh goed joh, maakt niet uit man. Maak je geen zorgen. Bam, en dan ben je alles in één keer kwijt. Je servers naar de kloten, al je bestanden weg. Mag je alles weer opnieuw gaan opbouwen. En daar word je pas fucking heel erg sad van. Nou, en voor al jullie mensen die geen keukens hebben thuis. Deze man die heeft het opgelost, namelijk... hij bakt een stukje vlees of wat de fuck het ook is op zijn CPU, jongens. We hebben onze piek bereikt van mensheid. We hebben een CPU gevonden. Het is waarschijnlijk een AMD CPU. Of gewoon een van die Intel motherfuckers die heel erg heet worden. Waarvan je zogenaamd denkt dat je hem knijterhard kan overklokken op je een beetje luchtkoeling. Nee, dat kan niet. Niet altijd. Look at this. Hij knettert gewoon. Hij doet zijn ding, man. Dit is nice. Dit is ook een mooi moment om af te sluiten. Want beter dan dit gaan we natuurlijk niet krijgen. Ik hoop dat deze gast zijn steek kan afronden. En ik hoop dat jij niet dit soort domme fouten maakt. Hopelijk niet. Van wat wij vandaag hier hebben gezien. Dit is gewoon even een lekker videootje om te reageren op al deze gekke shit die er gebeurt in deze wereld. Ik ben ook wel benieuwd. Zijn er tech support guys bij mij in mijn community die dit soort dingen meemaken? Laat dat even achter, man. Ik ben wel benieuwd naar jullie verhalen. Ik wil jullie bedanken, Morros. Ik zie jullie bij de volgende video, man. Dat was goede shit. Thank you so much. En tot de volgende keer. Kusjes aan je buurvrouw. Alright? Ik zie jou de volgende keer, man. Peace out. Later.